Amuseio op de keukentafel. Hey yo! Mijn tas werd gescand, maar ik had mijn assie in mijn broekzak. Lachend zeg ik rustig, fijne avond, ga je goed, grap. Ik mocht naar binnen, 1 minuut later weer buiten. Spuug Anton is een feest en zo, maar ik liet hem huilen. Het spijt me Anton, die shit is niet met opzet. Ik weet je moet ook doekoe maken, maar ik vraag je wanneer stopt het. Top het dragende man spreekt me aan, hij zegt een heleboel shit. En ik kan maar 1 ding verstaan, hashish. Hey yo, grote vriend, wakka met me mee. Ik weet de spot en kijk me nog eens aan en vraag me: heb je C? Wat? Draai je om, kill, ga naar je osso. Bbaby heeft geen shit voor in je nosso. Blokkassie op de keukentafel. Blokkassie op de keukentafel. Hey yo, 33 baby, leeg je peuken daar zo. Dat is de spot, niet morse kill. Ik pak alvast een bord voor je clumsy ass. Draaikunstig, ze vindt me draaikunstig. En dat is niet eens de echte. Baby, zet je voeten in mijn schoenen en check of je nog steeds wil vechten. En? Dat dacht ik al, ik rook mijn assie uit mijn ramen. Jij staat postend voor de gal en gal. Hey yo. Blokkassie op de keukentafel. Blokkassie op de keukentafel. Oké, nog 1 laatste ronde voordat ik ga koken. Mijn baby's pomodoro soep geroosterd uit de oven. Ze schreeuwt naar boven. Laat me roken, ik lig op een zitzak. Ik heb mijn dikzak. Ik heb mijn pet op, maar mijn ogen staan op zigzag. Ik ben de chef, dus mijn weekend is op dinsdag. Ik zie er zitten als een fat guy op een witwap. Geen beweging, hier is de laatste mededeling. Dit was Bbaby, de producer, denk goed over de verdeling. Weet het zeker, dan ga je racen. Iedereen krijgt een stukje van de taart, toch? Je snapt het. Blokkassie op de keukentafel. Blokkassie op de keukentafel. Blokkassie op de keukentafel. Blokkassie op de keukentafel.